Hoi, dag Steve. Ja. Ja. Gaat dit nou zo iedere avond? Oh, ja, nee, ik weet hem te vinden. Nou ja, ik heb twee projecten hangen. Ah, mooie kerstverlichting, kerstman. Voor het dak hebben we de kerstklokken. Vier jaar terug, denk ik, zijn we rustig aan begonnen met kleine versieringen. En het wordt elke jaar wordt het groter en meer. Hier gekleurde lichtjes om mijn hekje heen gedaan. Ijspegels aan mijn dak gehad. De 3D-ster die bij alle huizen weer terugkomt. En rondom mijn kozijn heb ik dan lichtjes. Zo, die is af. Ja. Nou is hij klaar. Het begon eigenlijk heel onschuldig met één lichtstrengeltje die nog niet aanstond. Nou, toen begon het bij mij eigenlijk al te jeuken dat ik zoiets had van, nou, ik moet ook snel beginnen. Ja, en uiteindelijk dat ik op de ladder stond, gingen we eigenlijk alle drie tegelijk. En ja, binnen 3 dagen, 4 dagen denk ik dat we dit resultaat hebben bereikt. Ja, nu kerstmannen voor mijn raam aan zijn pegel. Ja, en de kerstboom met de krans als piek. Wat heb ik niet? Brengt toch een beetje sfeer in de straat en vrolijkheid. Ja, en lichtjes horen daar ook bij. De mensen die allemaal langskomen om te kijken. Een beetje reuring in de straat. Gewoon gezellig en leuk. Ja, ik denk wel dat ik het straks thuis heb. Ja. Hiernaast hebben ze nou heel veel wit. En ik heb nou weer heel veel kleur. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat ik inderdaad de meeste lichtjes heb hier van de drie. Netjes om de ramen, geen golfjes erin. En de grootste kerstman. Ik ben de enige nu met projectors natuurlijk. Ja, als ik s'avonds op de bank zit en ik hoor geluiden, dan denk ik dat ze in de voortuin staan te springen. We zijn met z'n tweeën en ik ben in mijn eentje. Maar ja, daarom heb ik misschien ook meer lichtjes, dat het meer opvalt. Ik ben de grootste kerstfan. Alle drie. Ja, denk ik ook wel alle drie. Is het nou een beetje een concurrentiestrijd van wie de grootste heeft of de meeste lichtjes? We helpen elkaar met alles en ophangen en doen, dus ik zie het niet als een strijd. We hopen dat de Herostraat uiteindelijk mee gaat doen met de kerst. En ja, de een die probeert het wel, maar het mag niet van zijn vriendin. En ja, ze hebben allemaal wel een aparte reden, maar doe het gewoon. Het is gewoon leuk, gezellig. Nou ja, de winkels zijn nog open, dus haal lichtjes en hang het op. En het advies van je vriendin negeren? Ja.